staan wij hier te denken dat het geweldig zou worden voor Haastrecht. Nou, het is helemaal niet geweldig. Dit is het voormalig woonhuis van Paulina Bisdom van Vliet. Toen ze overleed, liet ze het na aan de Haastrechtse gemeenschap. Het moest ongeveer in dezelfde staat blijven en dus is het tot op de dag van vandaag een museum. Maar Paulina Bisdom van Vliet liet nog iets na. Een verzegeld pakketje van ongeveer een kilo zwaar met daarop de tekst: niet openen voordat er 100 jaar na mijn dood verstreken is. Er zijn zo'n 1000 mensen afgekomen op de onthulling van het geheim van Haastrecht. Dat de gemoederen in de Krimpenerwaard al maanden bezighoudt. Ja, ja, hele spannende zaak natuurlijk. Ja, het zal een hele erfenis misschien zijn. Hoe heet het? Aardewerk. Ik zou het echt niet kunnen bedenken. Denk gemakshalve dat er iets in zal staan wat de gemeenschap van Haastrecht ten goede komt. De spanning erin gehouden heeft, maar dat het niet eens zoveel voorstelt, dat denk ik. Toen ik dat eerste envelopje openknipte, was het al een verrassing dat er nog een envelop in zat. Dus dat bouwde de spanning voor ons ook wel op. En toen trok ik dat eruit en maakte het open en ik dacht, oh, een tagesboek zag ik staan, een dagboek. Het is van historische waarde, want het is een persoonlijk verhaal van Paulina. Ze schrijft over zichzelf, over haar eigen gedachten. En ze vertelt ook wat dingetjes die wij nog niet wisten, dus het is heel waardevol eigenlijk. Ja. Bent u verrast? Enorm teleurgesteld dat wij 100 jaar moeten wachten op zo'n simpel geheim. Ja, ik had eerlijk gezegd, vond ik het erg spannend, maar ja, alleen een dagboek. Vind ik wel een beetje jammer. Ik had wel wat meer verwacht, eerlijk gezegd. Staan wij hier te denken dat het geweldig zou worden voor Haastrecht? Nou, het is helemaal niet geweldig. Ja, ik dacht, ik stel me maar niks bij voor, dus dan kan het alleen maar meevallen. Maar het is mooi voor het museum, maar ik heb er niet zo heel veel aan. Ik dacht, misschien nog een leuk feestje.